Een fucking mascottepak. Een stadion proberen binnen te gaan, maar daar weet Ronnie Robbeek op. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Mijn naam is Niels en ik ben vandaag op pad met Joost. Die staat achter de camera. We zijn vandaag in België. Want wij willen naar de voetbalwedstrijd Club Brugge tegen Zulte Waregem. Ik heb even op de website van Club Brugge gekeken en hun mascotte is dus een beer, genaamd Bibi. Laat een van mijn beste vrienden nou net een carnavalspak hebben van een beer. Dus die gaan we vandaag gebruiken om als mascotte gratis binnen te komen. Wat een mislukte schoen. Ja gast, dit is niet van mij hè. Weet ik, maar dit is fucking lelijk. Hoe is dit? Bibi de Beer. Maar Joost, hoe ga jij mij naar binnen loodsen? Wat is jouw rol? Nou, jij bent natuurlijk Bibi de Beer, groot icoon van de kidsclub. Ja. En dat is precies wat ik ga doen. Of is het Club Kids? Club Kids heet het. Van de Club Kids. Ik ben vertegenwoordiger van de Club Kids. Okay. En jij moet zo snel mogelijk naar binnen. Ja. En we zijn wel heel blij en vrolijk, want natuurlijk is de mascotte hartstikke leuk altijd. Kun je een beetje Vlaams? Nou, ze zeker. Ze zeker. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Het wordt een poging. Jij moet ook iets even van status hebben. Heb je iets van een keycord? Nee, ik heb een map. Je hebt een map? Ik heb een map. Belangrijk, mensen hebben altijd een map bij zich. Ja, als je met een map ergens aankomt, dan kom je altijd binnen. Dit is de map. Dit, zie je hem, kijkers? Oh, dit is de map. Wat een vette map. Hij kwam gewoon in mijn oog. Super gaaf. Het is eigenlijk gewoon een Volkswagen golfboekje. Maar fuck it. Oké. Nou, cool. Volgens mij hebben we het plan dan. Ja, let's go. Ik ben helemaal gek van die mensen. Perfect. Yes. Maar goed, kom erop met je kutfoto. Ja, Niels. We zijn nu bij de entrees. Ik vind het nu wel een beetje spannend worden, want we moeten hier nu naar binnen. Dus ik ga super blij doen. En met alle mensen in de rij de high fives geven. En jij moet gewoon lullen. Ja, ga ik doen. Ja? Deal. Oh jongens, zijn we nou weer in Holland. Fucking mascottepak. Een stadion proberen binnen te gaan, maar daar weet Ronnie Robbeek op. Ik vind het heel spannend, ouwe. Misschien wel beter vragen aan de stoer naast. Ja. Heb je heel veel doen? Ja. Dit oranje vestje, in plaats van zo'n rij. Ja, vraag maar. Doe dan. Ja. Oké, okay, succes. Alleen, pardon. Bibi, ik van de Club Kids, maar we moeten naar binnen. Alleen ik heb nog alles boven. Normaal, daar kan ik binnen. We hebben een pasje, maar we hebben geen pasje met een boven. Nee, daar is iemand daar, daar is een verantwoordelijk. Die kan een deur open. Geen probleem, dankjewel. Ja? Club Kids. Van de Club Kids. Wat is? Ja? Oké, omlopen. Goedendag. Ja. Oké. Allee. Dank je. Alsjeblieft. Loop door. Hier. Ouwe. We zitten binnen, ouwe. Oké, ik vind het zo ziek. We zeggen gewoon eigenlijk heel makkelijk, yo, ik ben Bibi de mascotte en we komen binnen. Ja. Keihard! Hé, maar Joost, ja? We zijn er zo dichtbij, we kunnen ook wel het veld op. Een echte mascotte hoort het veld op. Kom. Let's go. Dank u wel. Goedendag. Goedendag. Hebt u uw identiteitskaart mee? Oh ja, zeker. Ja. Aan mij vragen ze dus de idee, ja. Maar jij bent een mascotte en dan vragen ze helemaal niks. Nee. Hey, hier is het veld. Moet jij hier niet doorheen toevallig? Ja. Fix het, Joost. Ja? Gaan we even... Goedendag. Ja. We vragen de zitter te verlaten alstublieft. Wij moeten verlaten? Ja. Je hebt geen helder toegangsbewijs en je bent niet aangekondigd. Wij zijn nu onaangekondigd, maar Bibi is hier de mascotte. Nee.
Sorry. Dit is Bibi. Ja, klopt. Nou, dan ga ik er weer vandoor. Nee. Hij moet ook mee. Ja, maar hoe komt het dan? Je bent niet aangekondigd en je bent niet officieel. Nee, dat is niet officieel, nee, dat snap ik. Maar we zijn het entertainment team. Je hebt de officiële mascotte staat hier, maar wij zijn van het entertainment team. Van de groepjes. Ja, maar we hebben doorgekregen dat u niet bent aangekondigd. Wij zijn niet aangekondigd. Klopt. Ja, dat is al slecht aangekondigd, maar ja, wij zijn wel verteld dat wij de entertainment team moeten doen. Ik bedoel, ik heb een heel map bij me. Bibi, voor de ruiters bezorgd. Ja. Oh, nog fout met Bibi. Sorry heren. Goedenavond. Tot ziens. Niels? Oké. Dit is echt super kut. Dit is echt heel kut. Want we waren gewoon binnen en op een gegeven moment stond er een of andere stille vent erachter. Ja. Die zei niks, maar volgens mij zei degene die heeft gezegd dat wij geen accreditatie hebben om binnen te zijn. Ja. Maar kunnen we het nog één keer proberen bij de hoofdingang? We waren bij de hoofdingang. Was dit de hoofdingang? Dat was de hoofdingang. Dus we kunnen gewoon een andere ingang proberen. Ja. En als we dat doen, ja, ik wil het best wel doen. En dan komen we er langs en als we dan gepakt worden, hebben we echt fucking grote problemen. Denk ik. Gaan we dan in de bak zitten? Ik heb echt zin om in de bak te zitten. Ja, toch? We waren net binnen. We hebben een tempel eruit geweest van de fans. Ja? We zijn nu weer naar binnen. Ah, maar langs hier mag je niet meer binnen. Nee? Ja, net. Hoofdstraat. Dus moet je aan de volgende collega's vragen. Top. Ga niet binnen, kom. Het is een Bibi, dat is geen echt. Al die stewards hebben nu ons ook gewoon door. Ze hebben ons allemaal door. Ik zie al die hele beveiligingsteam klaarstaan. Echt? Ben ik serieus. Allemaal met oortjes, kijken naar jou, wijzen. Oké. Okay. Ja, ik geef ze. Die gast is ingelicht. Allemaal met oortjes. Nou, dan maar in de kroeg kijken of zo. Joost. Ja, zo. Wacht, er moet iets meer. Die kamer is best wel kut. Ja, oké, okay, ja. Joost. Ja. We waren zo dichtbij. Gasten, we waren er gewoon. We waren gewoon fucking binnen. Ja, er werd een beetje in de rij werd afgeroepen. Hey, fake Bibi. Waarom, snap je? En toen werden we er gewoon weer uitgesodemieterd. Helaas. Maar ja, als jij denkt dat je het wel kan als mascotte, dan ga je toch zelf lekker een filmpje maken. Doe dan. Zet even een reactie dan in je link van je video. Ja, bluff dat je doet. Laat ons zien dan. Ja, laat ons zien. Maar vind nou een goede poging van duimpje omhoog. We hebben natuurlijk nu twee keer geprobeerd graag naar een wedstrijd te gaan. Driemaal scheepsrecht. We gaan het zeker nog een keer doen. Ja, dus de volgende keer gaat het sowieso lukken. Blijf dit kanaal gewoon in de gaten houden. Elke week een video. Giergasten. Dinsdagmiddag 4 uur. En abonneren op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En check ons Instagram en koop even zo'n leuk petje. Hey! Later! Ik ga huilen in de auto. Oh.